Hallo ballonvrienden en ballonvriendinnen. Vandaag maken we deze superschattige kikkerballon. Ik heb hier een liefdeskikker die je kan gebruiken als een armbandje. Maar ik heb ook de gewone kikker. Deze figuur is heel makkelijk te maken. Wat heb je ervoor nodig? Een ronde ballon, een klein beetje opgeblazen. Een 260 ballon met een 4 vingers over aan het eind. Een zwarte stift als je gaat voor de gewone kikker. Een rode stift voor als je gaat voor de liefdeskikker. Ik zou zeggen, neem je spulletjes erbij en laten we starten. Vandaag maak ik de gewone kikker. Dus je groene ballon is opgeblazen en je hebt aan het eind een overschotje van 4 tot 5 vingers. Maak gewoon een bubbel. Gevolgd door een loop. Dan neem je uw witte ballon en je verdeelt deze in twee gelijke, ongeveer gelijke delen. Dit is een beetje zoeken in het begin. Maar eens je dit gewoon bent, gaat het vanzelf. Ziezo, dan hebben we onze kwak-kwak kikkerogen. Vervolgens neem je terug je groene ballon en maak je een kleine bubbel. In deze kleine bubbel ga je je ogen verbinden. En als je dat gedaan hebt, ga je jouw groene ballon door je loop heen steken. Ja, zo. En dan heb je al dit resultaat. Dus dit is eigenlijk al het begin van onze kikker. Dus dat kan je al nemen. Je stift. Je kan er al de ogen op tekenen. Zie je? En je kan er ook je mondje op tekenen. Voilà. Ik weet dat jullie veel mooier kunnen tekenen dan ik zelf. Dus ik twijfel er niet aan dat jullie ook een veel mooier kikkerkistje zullen maken. Vervolgens gaan we verder. We maken nu een bubbel die gelijk komt met de onderkant van deze bubbel. En we verbinden deze samen. Ziezo, dan maak je een loop. Gevolgd door nog een loop van dezelfde grootte. En dit zijn dan onze kikkers, zijn voorste pootjes. Dan heb je hier je overschotje nog. Dit overschotje ga je hier tussen verbinden. Zo. En vervolgens ga je deze loop die je hier hebt gecreëerd nog eens verdelen in twee aparte loops. Dus je neemt gewoon het midden en je twist het af. En dan heb je twee kleinere loops voor de achterste pootjes. En dan is het gewoon alles een beetje op zijn plaats brengen. Dus de twee grote loops van voor voor de voorste pootjes. En de twee kleine loops van achter voor de achterste pootjes. Zo. En dan is je kikkertje klaar.
Wil je er een armbandje van maken? Ik heb hier nu geen stukje overschot van een ballon meer liggen, denk ik. Ik ben even aan het kijken. Ja, ik heb hier nog een overschot van een bruine ballon. Het is maar gewoon als voorbeeld voor een armband te nemen